en fijne avond iedereen. Jullie leren mij kennen zoals Abdella, 22 jaar, een student in de sociale sector in Gent. En daarnaast erg gepassioneerd in het jeugdwerk. Maar voor het eerst in de geschiedenis van Menselijke Belgium vindt de jonge moslim, zoals ik, een weg naar een geweldig avontuur. De uitdaging is groot, maar dialoog is de enigste manier om obstakels te overwinnen. Uiteindelijk hoop ik met mijn deelname aan Mr. G. Belgium dat jonge holubies als transgenders met een islamitische achtergrond de kracht vinden om zichzelf te kunnen zijn. De tijd is rijp geworden om over culturen heen een hand te reiken, want we are all united. Goedenavond iedereen, mijn naam is Nico, 27 jaar en afkomstig uit het Oost-Vlaamse Leden. Als studie koos ik voor tuinbouw, waardoor ik in het dagelijks leven actief ben in een plantenkwekerij. Sinds mijn jeugd heb ik ook één grote passie en dat is duivensport. Met mijn deelname wil ik dan ook holubies en transgenders op het platteland meer in de kijker zetten en door middel van activiteiten en evenementen hun outing vergemakkelijken. Want ook op platteland verschijnt de regenboog. Goedenavond, mijn naam is Glenn, 24 jaar en woon in het Limburgse Hasselt. Dagelijks ben ik actief als sales advisor in een kledingzaak. Met mijn deelname zou ik graag een stem willen zijn voor holubie slachtoffers van seksueel misbruik. Ik zelf weet uit ervaring dat de stap zetten om hulp te zoeken en aangifte te doen niet eenvoudig is. Daarom, verbreek de stilte en spreek! Goedenavond iedereen, ik ben Dominique, een 19-jarige haarstudiestudent afkomstig uit het Antwerpse Zwijndrecht. In mijn leven staat het LGBT-netwerk centraal, maar ik hou hoofdzakelijk voor de thee. Met mijn deelname aan Mr. Gay Belgium 2016 wil ik strijden voor transgenderen. Waarom blauw of roze? Waarom geen paars? Goedenavond, mijn naam is Lim, 22 jaar en afkomstig uit Antwerpse Boekhout. In mijn dagelijks leven werk ik als zaalverantwoordelijk in een brasserie en ben ik daarnaast ook veel actief bezig in de domewereld. Zoals u ziet draag ik horen praten en met mijn deelname aan deze verkiezing zou ik graag meer aandacht willen vragen voor de holubie gemeenschap met een beperking. Iedereen verdient een stem en daarom laat ik de mijne horen. Dank u wel. Hallo, mijn naam is Ayrton, 18 jaar en afkomstig uit het Vlaams-Brabantse Beeskom. Ik volg de studieverzorging, maar daarnaast heb ik een passie voor dans. Uit ervaring weet ik dat cyberpesten een enorme deuk aan je zelfvertrouwen kan geven. Met mijn deelname wil ik dan ook de openheid voor holubies op social media verbeteren. Let's get social! Goedenavond, mijn naam is Raf, 21 jaar en afkomstig uit het Kempense Vosselaar. Als danscoach en docent aan Thomas More in Turnhout voor de richting sport en bewegen, ben ik actief betrokken in en rond het sportlandschap in België. Tijdens mijn jeugd, mijn studententijd en tijdens mijn werkervaringen merkte ik dat er nog steeds gewerkt moet worden aan het beeld tegenover holubies en transgenders in de sportwereld. Ik heb gedurende de voorbije 3 maanden een campagne opgestart waarbij ik sportclubs zich liet outen als holibi en transgender vriendelijk via een charter en een engagement. Wel 50 sportclubs en 17 verschillende sporttakken werkten hier aan mee. Ik merkte wel dat er nog veel werk aan de winkel is. Fair play binnen en buiten het spel. That's my goal. Hallo iedereen, Sydney heeft de naam. 30 jaar en woonachtig in het West-Vlaamse Torhout. In mijn dagelijkse leven werk ik als montagelijnbevoorrader in de metaalsector. Dit is best wel een harde wereld. Dit is best wel een harde wereld. Maar daarom heb ik de stap gezet om als holubie daar mezelf te kunnen zijn. Maar toch werd het niet altijd positief aanvaard op de werkvloer. Dus vandaar mijn DNA aan Mr. Gay Belgium. Metaal is niet te doorbreken, maar aanvaarding wel. Dank u. Goedenavond Elgerling. Mijn naam is Injas, 19 jaar en afkomstig uit Zwijndrecht. Jarenlang zat ik in de Giro en uit ervaring weet ik dat het niet gemakkelijk is om als holibi uit de kast te komen. Graag wil ik jongeren helpen die met hetzelfde probleem zitten, want zij zijn de toekomst van morgen. En wat zijn wij? Wie? Wat? In Antwerpen. Mijn naam is Tim van Baal, 24 jaar en afkomstig uit het Antwerpse IJsseldenberg. Naast mijn studies leerkracht secundair, die ik volgende maand hoop af te ronden voor de vakken geschiedenis en godsdienst, ben ik ook erg actief in de horeca. Mijn toekomstige job als leerkracht lijkt me super, maar is niet altijd even eerlijk. De gelijkheid en de openheid in handboeken en lessen kunnen beter. Want leerkracht, leerling, stagiair, hetero of homo, iedereen heeft recht op gelijke kansen en daarom tip en gelijkheid, ook op school. Hey hallo, Kevin is de naam, 33 jaar en afkomstig van het IJssel van Berg. In mijn dagelijks leven werk ik in de ouderzorg.
Zorg en outing zijn heel erg belangrijk voor mij. Daarom mijn aanvaardingsfeest voor onze hollige senioren in onze maatschappij. Want, jong of oud, iedereen heeft recht op erkenning.